Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Liam is vanochtend al naar school gebracht door mij, Sam en Jordi. Jordi is met Niels naar de kanoarts geweest. Ze hebben zijn oren uitgezogen. De ontsteking is nog steeds niet voorbij en hij gaat weer buisjes krijgen. Dus het zegt genoeg toch? Hij krijgt nu ook andere oordruppels, want de ontsteking is er nog steeds. Dus die is Niels nu even halen. En dan om 11:45 moet ik Liam weer gaan halen. En dan gaan we het zien. Ik moet ook nog naar de winkel. Maar dat gaat later pas gebeuren. Niels was gelukkig op tijd thuis. Dus ik kon heel even snel naar de winkel. We eten vandaag kip potverdorie. Dus ja, ik maak hem niet helemaal zoals je gewend bent natuurlijk. Maar koken is je eigen fantasie, et cetera. Wij gaan er namelijk groente in. Dus dat. Ik ben de kip nu aan het bakken. Water staat op. De salade heb ik er al bij. Want eigenlijk moet er ook yoghurt in. Maar dat doe ik dus expres niet. Omdat dat een melkproduct is. En er gaat al een melkproduct in. Want dat kan ik niet eten. Dan word ik ziek. Dus dat kan ik niet gebruiken. Dat, laten we dat maar even niet doen. Dus bij deze dat. Dus ja, ik ben aan het eten maken. En dat gaan we dadelijk eten. Ondertussen is Jordi niet in zijn hummetje. Niels zit op de bank met Joep. Sam zit een videootje te kijken. En Liam die zit te spelen. Zo, Niels is Faya Compleitos. Die is naar cursus. Jordi zit hier. Heeft oorpijn. Liam zit daar. En ik ga even YouTube Kids aanzetten. Zodat ik eventjes Cocomelon voor Sammy aan kan zetten. Want Sammy vindt Cocomelon leuk. Ja toch? Ja toch? Het is nu 6:10. Dus zo'n 3 kwartier uitzingen. En dan kan ik ze doen. En kan ik hier eventjes de boel verder gaan afmaken. Ik doe dadelijk wel al het een en ander hoor. Maar ja. Ik wil ook even stofzuigen en dweilen eigenlijk. Dus dan moet ik even kijken hoe dat ik dat ga doen. En ik wil nog even lekker douchen. Maar dat doe ik pas wanneer de kinderen op bed liggen. Dus ja. Ik heb een paar... hoe heet dat? Een paar... hoe noem je dat toch? Een paar... doelen voor vanavond. Voordat Niels thuis komt, wil ik het allemaal gedaan hebben. Wish me luck! Nou, we hebben... allereerst goedemorgen. We hebben heel snel Liam naar school gebracht. Jordi naar fysio gebracht. Hi! En toen zijn we gauw boodschappen gedaan. En nu zijn we weer op Jordi aan het wachten. Want de fysio is bijna klaar. Maar we doen altijd even buiten wachten, hè? Meneer Snotneus. Als ik het nou afdoe, dan zit het er dadelijk weer. Dus ik wacht totdat ik thuis ben en dan doe ik hem even goed af. Inmiddels ben ik alweer thuis. Kindje heeft fruit gehad, boodschappen uitgelaaien en alles erop en eraan. Ik ben even... dat komt ook omdat ik gewoon heel veel te doen heb momenteel. Wat zit er nou weer op mijn broek? Wie heeft er aan mijn broek gezeten? Was het een van jullie? Jongen, 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 echt. Kijk. Dit weet ik ook niet. Dat krijg je als je kinderen hebt. Dan heb je in één keer vlekken op je kleding waarvan je bij je eigen denkt... Wat? Hoe? Hoe dan? Wat? Nou, dat dus. In dit geval. Nou. Ik wilde iets zeggen. Ik weet het even niet meer. Kom zo bij jullie terug. Even denken wat ik wou zeggen. Ik weet het alweer. Inmiddels, op het moment dat ik dit kijk, of bekeken heb, hebben we 753 abonnees. Ik waardeer jullie allemaal stuk voor stuk, alle 753. Ik vind het alleen maar heel fijn dat jullie op me abonneren. Op mijn gezin abonneren, want dat is dus wat er gebeurt. Hallo, moet dat nou... En ik vind het ook heel leuk dat jullie reacties plaatsen en alles. Ik wil dat gewoon even gezegd hebben. Dat ik dat enorm waardeer en dat ik dat super lief vind.
Wij vragen natuurlijk nooit om abonnees. De meeste mensen die ons al langer volgen weten ook waarom wij dat niet doen. Vandaar. Maar ik wil het wel even gezegd hebben. Ik vind het hartstikke leuk dat jullie op ons abonneren. En ik waardeer dat enorm. Heel veel liefde voor jullie. Oh, en een hele snelle kleine uitleg. We hebben natuurlijk Jordi, een kind met een beperking. Daar loop ik gewoon niet mee te koop. Ik wil gewoon laten zien hoe het werkt binnen een gezin. Daar ga ik niet op een bepaalde manier uitbuiting van maken. Ga ik gewoon niet doen. Is tegen mijn principe. Is tegen Nielse principe. Dus toen wij dit starten, hebben we dat ook afgesproken met elkaar. Als mensen ons willen volgen, waarderen we dat alleen maar. Vinden we superleuk. Maar we gaan er niet om vragen. Puur en alleen om het feit dat wij dan het idee hebben dat we te koop lopen met het feit dat we Jordi hebben en dat we dat willen uitbuiten. Dat is absoluut niet het geval. Wij willen gewoon mensen een kijkje geven in ons leven. Hoe het is met een kind met een beperking. Gewoon in een gemiddeld gezin. In dit geval met 3 kinderen. En dat is het eigenlijk. Dat is eigenlijk gewoon wat we willen. Dat. Maar we waarderen het enorm. Ik bedacht me ineens. Ik ga eten maken. Toen was ik bezig en toen dacht ik, ik kan dit ook eigenlijk wel filmen. Nou, wat ga ik maken? Ik ga mijn versie van jachtschotel maken. Tenminste, hè, mijn moeder noemde het vroeger jachtschotel. Dus of het daadwerkelijk de jachtschotel is, I don't know. Mijn versie in ieder geval. Wat hebben we daarvoor nodig? Ik gebruik 500 gram runder gehakt. 400 gram champignonnetjes. Mogen er ook uitgelaten worden, maar hier zitten er gewoon champignons in. Een pakje van de honing met basis voor haché. Dat. Je kan het recept volgen, maar ik heb een kind met een darmprobleem. Hier staat op 4 grote uien. Nou, dat wordt er bij mij dus sowieso al 2 kleine uien. Dus dat. Dus ja, laten we het gewoon eens even gaan maken. Dit is wat je sowieso nodig hebt voor de soort van sausachtig iets, hoe je het ook wil noemen. Wat ik daarbij ga doen is snijbonen en aardappels. Aardappelpuree om precies te zijn. Laten we het gewoon eens heel eventjes gaan maken. Ik ben alvast begonnen met de rundergak te rullen. Dus die staat aan. Sowieso moet je er rekening mee houden. Ja, het is haché, maar het is eigenlijk simpele, snelle haché. Zo moet je het eigenlijk zien. Ik heb de champignons gesneden. Ik ben het gehakt gaar aan het rullen. Op het moment dat het gehakt klaar is, kunnen de champignons erbij. Als de champignons een heel eind klaar zijn, kunnen de 2 uitjes erbij. En de uitjes kun je gewoon snijden zoals je zelf wil. Ik doe ze hier gewoon in grove blokjes. Dit omdat dat dan beter verteerd wordt voor Jordi, et cetera. Dus je kan het in halve ringen doen, je kan het in kwart ringen doen, wat je zelf wil. Eigen fantasie. Zoals je ziet ben ik het gehakt dus aan het gaar maken. Overigens, het hoeft niet fijn te zijn, het mogen brokjes zijn. Het hoeft niet allemaal super duper netjes. Als het zo ongeveer is, champignons. Ondertussen dat aan het bakken is. Hier staat op 750 ml water, maar zeg er even bij. 250 ml water gebruik je alleen al om normaal het vlees te stoven. Maar dat is een stap die we volledig overslaan. Wat ik doe is, ik weet niet of je het leest. Maar
Hier staat 500 ml water toevoegen. Nou, dat is wat je nodig hebt voor dit pakje. Dus ik ga even 500 ml water pakken. En dan ga ik jullie eventjes laten zien hoe dat ik het altijd doe. Nou, hier hebben we dus 500 ml water staan. Wat ik dus altijd doe is, ik maak het altijd al in de maatbeker. Dus, wat je dan hebt is, je hebt je 500 ml water, je doet het pakje erin en je gaat gewoon met de garde even. Kan ook een vork zijn, wat je zelf het fijnst vindt. Ik maak het al hierin. En dat komt, dan heb je minste last van klontjes en dat soort dingen. Omdat het water natuurlijk dan warm wordt, dus dat gaat er... En dan, dat pakje gaat erin en dat pakje denkt bij zijn eigen, hey, klontjes! Dus ja, dat. Het zijn echt brokjes en de een is wat fijner dan de ander. Maar dit is wat we in ieder geval willen. Het hoeft niet aangebakken te zijn of wat dan ook. Dat hoeft nog niet. Het zijn maar uitjes. Die gaan erin. Ja, wat is er Jordi? Hij doet het toch nog? Ja, mooi. We zijn even een tijdje verder. Het vocht is weggekookt, dus dat is goed. Maar zoals ik al zei, het hoeft niet te bakken. Het mag wel, maar ik doe dat eigenlijk nooit echt. Dan pak je je mengsel met water. Je roert hem nog een keer goed door. En je giet hem erop. Mocht er nou nog iets achterblijven hierin, doe je een heel klein beetje water erop. Even goed roeren en weer in. Dan laat je dit even doorkoken. Gewoon even dat het warm is en dat het even gekookt heeft. Gewoon, ja, gewoon simpel. Ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen. Het moet gewoon iets dikker worden. En dan is dit eigenlijk al klaar. Dus dan kan het vuur uit. Deksel erop. En dan is dat eigenlijk al klaar. Zo simpel is het. Het is niet moeilijk. Wat ik nu ga doen is... Ik ga snijbonen in stukjes maken. Aardappels schillen. En die ga ik ook opzetten. Ik snap natuurlijk dat niet iedereen weet hoe je snijbonen schoonmaakt. Dus ik zal het even laten zien. Dit mag je in principe laten zitten, maar ik haal het er altijd vanaf. En dit moet je er sowieso even afsnijden. Wat je dan doet is je pakt je mesje. Mocht het nou zo zijn dat je niet bevoegd bent om een mes te gebruiken, doe het niet. Doe het met iemand samen en ga het eventjes... Want ik ga niet vertellen, je moet een mes pakken. Nee, als je het niet mag, niet doen. Dat dus. Zo maak je hem in ieder geval schoon. Je snijdt hem hier door en je trekt hem er zo vanaf. Dan is hij in principe aan één kant sowieso al klaar. Je pakt de andere kant, je doet hetzelfde. En dat is je snijboon en dan kun je je snijboon gaan verwerken zoals jij dat wil. Ik zal het nog een keer laten zien. Je pakt het puntje, je snijdt hem door. En hier precies hetzelfde verhaal. Pak de puntje, snijd hem door. Ik trek hem altijd nog heel eventjes door, zodat je hier dat harde stukje er ook afhaalt. Lukt niet bij elke snijboon. Als dat niet zo is, dan is dat niet zo. Maar, ja. Kijk, hier heb ik hem ook weer te pakken. Daar pak ik hem meestal op. En zo maak ik mijn snijbonen schoon. Het is niet moeilijk. Vrij makkelijk. Als je ze dan hebt schoongemaakt, heb ik ze meestal in het pannetje waar ze ingaan, daar langs liggen. Ik snij meestal zulke stukjes ervan. Het is heel simpel. Je pakt gewoon een mes. Let op je vingers. Als jij niet bevoegd bent om te snijden, niet doen, iemand ervoor roepen. En dit samen met jou doen, zodat er altijd overzicht is.
snijplank beweegt ook. Moet je eigenlijk een doek onderleggen. Ik ben eigenwijs. Doe ik niet. En ja, ik heb de koksopleiding gehad. En ik weet ook echt wel hoe ik moet snijden. Etcetera. En daar heb ik gewoon geen zin in. En ik heb het niet verleerd. Want ik kan het nog steeds. Maar ik heb er gewoon geen zin in. Dus, mocht je mij kennen vanuit de koksopleiding. Toen ik 16 was. Mijn excuses. Ik heb gewoon geen zin om dit nou te doen. Ik ben geen kok. Dus dat. Ik ben huistuin- en keukenmama. Eigenlijk moet je je vingers zo houden. Dan moet je je mes een draaiende beweging laten doen. Dat moet je eigenlijk doen. Maar ik heb daar geen zin in om mijn eigen eraan te houden. Sowieso had ik iets onder mijn snijplank moeten leggen, want die beweegt. Ja, hè. Geen zin in. Leuk. Dat dus. Nou, ik kan het ook weer gelijk aan de buitenkant afwassen. Maar goed, dat is dus wat ik met mijn snijbonen doe. Dat doe je dus met ze allemaal. Dan doe je ze gewoon even omspoelen met het water. En dan zet je er water op en dan ga je het koken. Dat is het eigenlijk. Als je er zout in wil doen, moet je er zout in doen. Ik niet. Ik kook wat dat betreft zoutloos. Er zit genoeg zout in het eten wat ik maak. Dus ik ben daar wat dat betreft... Nee, ik doe bij mijn groenten en bij mijn aardappels geen zout met het koken. Maar mijn jus is bijvoorbeeld wel weer wat zouter. Dus al met al, denk daar wel over na. Nou is het niet zo dat deze jus per se zout is hoor. Maar ja, ik ben niet degene die daar... Ik doe het in ieder geval niet. Als je dat gedaan hebt, ga je aardappels schillen. Dit zijn gewoon kruimige aardappels. Zit er een... Dit is... Deze heet Melody. Gewoon van de Albert Heijn. 5 kilo zak. Gewoon kruimige aardappels. Je hebt namelijk niks aan vastkokend hier in dit geval. En waarom heb je dat niet? Omdat je aardappelpuree gaat maken. Dus dan moet jij niet een vastkokende aardappel hebben. Wat ga je doen? Mama is eten aan maken voor strakjes. Ja? Oké. Okay. Je krijgt dadelijk lekkers. Mama, eerst even de aardappels aanzetten. Ben je aan het wandelen met Boomba? Oké. Okay. Ja, en dan is het een kwestie van... opzetten. Zit je hier nou scheten te laten, jongen? Echt. Hier staat Liam. Liam staat hier. Kom, jongen, dit is niet veilig. Kom. Waarom ga je niet aan? Ja, nou staat hij aan. Deksels erop en koken maar. Als alles klaar is. Ik heb zo'n handy dandy ding. Waarmee je alles afgiet. Dan ga ik het allemaal onder elkaar zetten. Het is heel simpel. Doe wat je lekker vindt. Ik zag net dat mijn nootmuskaat zo goed als op is. Ik heb nog wel een beetje. Dus soms moet je roeien met de riemen die je hebt. En dat doe ik nu. Dus wat gaat er allemaal in? Boter. Een scheut melk. Nootmuskaat. In dit geval wat ik heb. Meer heb ik niet. Peper. Je kan poederpeper gebruiken. Maar ik persoonlijk vind dit het lekkerst. Aromat. Dan heb ik een mixer. Stop de mixer erin. En dan kun je me vanaf nu niet meer verstaan.
Als ik zo kijk, mag er iets meer boter in. En iets meer melk. En dan mag er ook iets meer aromat in. Een lepeltje om te proeven. Ik proef wel wat nootmuskaat, dus het is niet zo dat er niks in zit. Ik vind dat er een beetje uienpoeder in mag. Dat vind ik. En ik doe er een heel klein beetje tijm in. Echt maar een heel klein beetje. Pak je nog een lepeltje. Tenminste, je kan ook hetzelfde lepeltje pakken, maar dit is een tik voor mij. Ik kan niet doen. Ja, ik vind hem perfecto. En wat je dan gaat doen is heel simpel. Je doet de snijbonen erdoor. Nou kun je ervoor kiezen om het zo te laten. Dan heb je snijbonen stamppot. Lekker. Maar dat gaan we natuurlijk niet doen. Want het wordt een jachtschotel. Dus wat heb je daarvoor nodig? Daar heb je een ovenschaal voor nodig. De aardappelpuree die je net hebt gemaakt. Doe je een bodempje van inleggen. Dan pak je het haché mengsel. Dat we willen gaan eten, strooi ik er paneermeel overheen. Dan gaat het een half uur in de oven, drie kwartier. Ligt er maar net aan wanneer je het maakt, want als het helemaal koud is, heeft het wel echt drie kwartier nodig. Ik stop hem altijd op 200 graden en dan doe ik tussendoor kijken. Soms draai ik hem terug, soms niet. Het ligt er maar net aan hoe warm of hoe koud hij al was voordat hij de oven inging. Het is gewoon een beetje spelen. En dan, als het klaar is, kun je dit lekker eten. En ik zelf eet het liefst met appelmoes. Maar dat deed ik als kind zijnde al. Jordi vindt het ook prima met appelmoes. Maar Niels bijvoorbeeld, die wil geen appelmoes. Dus ja, het is maar net wat je lekker vindt. Maar dit is dus de jachtschotel. En dan ga ik nu alvast weer opruimen. Want dan heb ik straks alleen nog maar dit staan. En dan hoef ik dat in de oven te doen. Maar dan heb ik de rest allemaal al opgeruimd. Dat is het voordeel van dit.
We hebben voor Liam nieuwe schoentjes gekocht en het zijn nieuwe Vans. Want Liam is echt een fankind. En ja, hij loopt nou niet in een broek. Hij wil geen broek aan. Maar hij wilde wel zijn schoentjes even proberen aan te doen. Het zijn hele leuke. Vind je ze leuk? Vind je je schoentjes leuk? Vind je ze mooi? Mooi? Ja? Ben je er blij mee? Ja? Volgens mij is hij er blij mee, want hij trekt ze niet uit. Wat hij bij eerdere schoenen wel deed. Als het dan uit overkomt, ziet het er zo uit. Ik had hem iets langer kunnen doen, maar ik heb ervoor gekozen om dat niet te doen. Maar dit is dus het resultaat. Een hele goede morgen. Het is vandaag woensdag. Eigenlijk zou Jordi naar school gaan, maar die is vannacht meerdere malen wakker geweest. Gisteravond laat gaan slapen, omdat hij heel veel last had van zijn oren. We kijken het ook gewoon per dag voor hem hoor, want het kan goed zijn dat hij morgen wel gewoon weer naar school gaat. Maar hij heeft vandaag wel extreem veel last van zijn oren. Dus ja, er komt ook heel veel troep uit. Koorts heeft hij gelukkig niet, dat is dan wel weer positief. Maar de KNOS heeft ook gezegd van kijk gewoon wat hij per dag aan kan enzovoorts. En zing het uit totdat hij buisjes heeft. Dus ja, dat is wat we dan maar gaan doen. We hebben hem voor vandaag ziek gemeld. En ik wou eigenlijk wel een beetje, want ik had eigenlijk mama tijd met Liam gepland. Maar dat zit er helaas vandaag dus niet in. We hebben even onze Sam opgehaald. En ondertussen hebben we natuurlijk in de bolderwagen even zitten eten. Jordi is nog niet helemaal klaar, die heeft nog een paar stukjes. Sam is nog niet helemaal klaar, die heeft ook nog een stukje. En dan gaat Sam dadelijk naar bed. En Jordi gaat dadelijk ook naar bed. Liam die blijft hier beneden, want ja, die gaat toch niet slapen. Daar kan ik alle moeite voor doen, maar... gaat hem niet worden, niet. En dan ga ik nu eventjes... flessen melk geven aan de etters. En zorgen dat de rust in de tent komt. Dat mama even kan eten en eventjes de dingen kan doen die ze wil doen. Niels is naar cursus toe. Bij de tandarts was alles prima. We gaan wel kijken, omdat Jordi heel veel doet tandenknarsen. Dat we gaan kijken naar nu al iets waar we mee kunnen helpen voor in de toekomst. Niet voor nu, maar voor in de toekomst. En dat hij er in principe zeg maar al aan kan gaan wennen als hij volwassen tanden gaat krijgen. Want ook dat moment gaat er aankomen. Ik heb ook gewoon aangegeven dat ik mij daar wel eens druk om maak. Nu heeft hij nog melktanden en dat is nu allemaal nog geen probleem. Maar ja, hij gaat ook een keer grote mensentanden krijgen. En bij Jordi is gemiddeld zeg maar een handeling dat minstens een jaar duurt om het aan te leren. Dus ja, hè. Maar goed, Niels is naar cursus. Die is dus niet thuis. Dus ik ben, toen we terugkwamen van de tandarts, heb ik gauw het eten klaargemaakt. En het eten, we hebben gebakken aardappeltjes uit de airfryer met kipsnitzel uit de airfryer gegeten en boontjes. Dus het was redelijk makkelijk en snel klaar. Dus wat dat betreft prima. Maar Niels is dus om 6 uur heel snel naar zijn cursus gegaan. Dus dat betekent dat ik eigenlijk alles alleen doe met de kinderen, et cetera. Dus ik kan ook niet ondertussen even opruimen of wat dan ook. Maar het is nu 9:50 en ik kan nog alles hier gaan opruimen. Dus, laten we beginnen. Wat ik wel al had gedaan straks, waren die rekjes. Die heb ik daar zo neergehangen. En ik vind het er eigenlijk wel beter uitzien. Wat er met mijn stem is, weet ik niet. Ik denk dat het de moeheid is. Maar goed, ik ga aan de slag. En tegen de tijd dat Niels thuis is, moet hij maar kijken wat hij doet. Nou, Niels is inmiddels thuis, die is even douchen. Ik heb hier de bank helemaal van de muur afgehaald.
helemaal schoongemaakt eronder. Ik heb mijn kastje verzet. Die stond daar. Heeft een reden. Die grijze dakduif komt er weer aan. En ik heb altijd een grijze dakduifboom. Laten we het zo noemen. Dus ja, die moet ook weer gemaakt worden. Dus ik zei tegen Niels, ik zei, dan zet ik dat alvast daar neer. Niels heeft tiende mini geholpen. De rest heb ik allemaal gedaan. Ik heb de bank verschoven en dat soort dingen allemaal, want was hij ineens thuis. Stofzuig gedweld, ik heb alles weer gedaan. Nou ga ik daar eventjes lekker slapen. Morgen weer een nieuw dag. Een hele goede morgen. Ik heb vanochtend Liam naar schooltje gebracht. Hij is lopers geweest, dus dat is echt, wat dat betreft, toppie. Niels die heeft Jordi naar school gebracht. Jordi was hartstikke vrolijk enzovoort. Totdat we hem gingen verzorgen. Het was chagrijnig. Ik denk dat hij voornamelijk moe was. Want hij is vanochtend wakker gemaakt door zijn middelste broer. Dus hij vond zijn middelste broer echt toppie. Hij vond hem helemaal geweldig. Dus ja, YouTube Kids. YouTube Kids. Dus ja, ik ben nu alleen met Sim. Ik zet de televisie voor hem aan. Dan kunt hij in ieder geval even kijken. Hij gaat wel gewoon spelen hoor. Dat doet hij gewoon tussendoor. Kan ik heel eventjes een paar dingetjes doen. Want ik moet gewoon wat dingen doen. Dus vandaag, ik ben ook al naar de winkel geweest. Vanavond eten we frietjes. Jee. En morgen gaan we op stap. Het is 11 van de 11 morgen. Dus de kinderen gaan morgen gewoon naar school. Niels is morgen thuis. Dan kan ik de boel allemaal bij elkaar gaan pakken. En ja, zorgen dat we op pad gaan. Want de kindjes gaan morgenavond een nachtje naar mijn ouders toe. Alle kindjes. Ook Jordi. We hebben een cloudkuddel voor hem besteld om te proberen. Want we willen weten of dat dit iets voor hem is bij mijn ouders. Dus dat is wat we hebben gedaan. Voor de rest is het even kijken hoe en wat. Als het goed is komt hij vandaag ook binnen, de cloudkuddel. Dus we gaan gewoon even kijken hoe dat het loopt. We hebben iemand opgehaald en die heeft de hele weg teruggelopen. Toppetje. Hè, grote vent? Ja. Sammy ligt al op bed. Die hebben net op bed gelegd. En Liam blijft lekker hier op de bank liggen. Een lekker ding. En hij is hartstikke vrolijk vandaag, dus daar ben ik blij mee. Gelukkig. Even kijken waar deze meneer uithangt. Waar zou die toch zijn? Meneertje is een deken meegenomen als kussen. Nu heb ik hem maar zo neergelegd. Meneertje slaapt lekker verder. Even dit spul moet uitzetten. Maar lekker liggen. Welterusten, Liam. Papa het lichtje uitzetten. Welterusten. Goedemorgen. En toen was ik vergeten de vlog af te sluiten. Ik heb gisteravond even mijn nagels gedaan. En gewoon even tijd voor mezelf gehad. Dus ja. Dus bij deze ga ik deze ups en downs afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.